Hallo allemaal, ik leef nog hoor, ik leef nog. De reden waarom ik niet heb geüpload deze bijna 2 weken lang, is omdat ik thuis aan het verbouwen ben. Dus we horen de hele tijd lawaai door de opnames heen. Waarschijnlijk deze opname ook, hoor je getimmer of zo. Of een boormachine die keihard aangaat. Reden 2, ik had een rijexamen, theorie-examen bedoel ik, voor mijn auto. En daar ben ik voor gezakt, helaas. Dus ik heb heel veel geleerd. Voor niks lijkt het. En ik heb nog een vriendin, daar moet ik ook wel eens heen. Ik heb vrienden, daar chill ik ook wel eens mee. Ik heb feestjes, dus ik heb het een beetje druk gehad. Maar nu heb ik eindelijk weer een korte video voor jullie. Voordat ik ga uitleggen hoe je een vocal in de juiste BPM van je liedje krijgt, wil ik jullie om één ding vragen. Mijn allereerste Spotify release, genaamd Reality, die heeft bijna 1000 streams. Kunnen jullie hem een paar keer luisteren voor mij, per persoon gewoon 3 keer of zo, zodat ik eventjes die 1000 streams aantik eroverheen, zodat ik daarna een nieuwe versie ervan kan maken. Net zoals Shock Drop, die komt binnenkort uit. Lijkt me heel leuk. Alvast bedankt. Oké, stel je hebt hier je vocal. Die is 128 beats per minute. En je liedje waar je hem in wil hebben is 155 beats per minute. They say you don't gotta go home. Dat klinkt natuurlijk helemaal nergens naar. Wat je doet, je zet eerst je hele project op 128 bpm, want dat is de vocal. Je moet weten hoeveel bpm de vocal is. Dit is trouwens de vocal van Disturb World Out There, voor degene die dat liedje kennen. They say you don't gotta go home, but you can... Je hebt je project op 128 bpm gezet en hij klopt. Wat je dan doet, je ziet hier een klein icoontje, daar klik je op, doe je fit to tempo. Dan heb je al deze dingen en dan heb je hier 128 en tussen haakjes project staan. Klik je daarop. Dan past de vocal zich aan op het project. Nou, 128 bpm is de vocal, het project is nu 128 bpm, dus er verandert nu niks. They say... Maar zodra je hem op 155 zet, of wat je ook wil voor liedje, en je drukt hier op yes met restretch, dan heb je nu je eindresultaat. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. En als je hem nu bijvoorbeeld weer verandert, bijvoorbeeld 200 bpm, restretched. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. Zie je, dat werkt gewoon. Zo heb je alles op maat. Dus nog even voor de herhaling. Je drukt hierop, fit to tempo, doet project. Wat dan wel 128 bpm moet zijn. Want wat gebeurt als ik het nu doe? They say... Ja, dan is het weer dan is het gewoon verpest. Ik hoop dat deze korte uitleg hielp. Stream even mijn reality tot de 1000 streams. Volg me even op Instagram, zodat ik daar misschien ook 1000 volgers op kan halen. Dat zou heel sick zijn. En dan was dat alles. Ik zie jullie in de volgende video weer. Later.